De zogenaamde weggeefwinkel is een winkel waar mensen spullen kunnen brengen, maar ook halen. En dat helemaal voor nop. Je hoeft ook niet je salarisstrookje te laten zien om aan te tonen dat je arm bent. Iedereen is welkom bij deze nieuwe winkel in Nijmegen. Maar er zijn natuurlijk wel regels. We hebben best wel wat regels. Onder andere dat je maar 5 dingen per keer mee mag nemen. Je mag dus bijvoorbeeld niet tassen vol hier de winkel uitslepen. Er zit wel een soort limiet aan. Je moet je netjes gedragen naar het personeel en naar andere klanten toe. En iedereen is gewoon gelijk en zo behandelen we hier elkaar ook. Er komen regelmatig best wel hebberige mensen in de weggeefwinkel, maar niet ook weer niet zo heel vaak dat het echt een groot issue is of zo. We hebben een hoop ervaring met het runnen van een weggeefwinkel, dus wij kunnen die mensen er ook wel uitpikken en op een gegeven moment wel aanspreken van hey, tandje minder mag wel. De weggeefwinkel is meer dan een plek om te halen en brengen. Het is ook een soort huiskamer. Nou, het gaat mij er een beetje om ook een beetje weer onder de mensen te zijn. En dan te kijken of er iets is wat ik kan gebruiken. Maar ik hoef niet. Ik heb trouwens ook alleen maar een fiets, dus ik kan maar kleine dingen meenemen. Dus het gaat ook alleen een beetje om het gevoel van voor een weggeefwinkel. Ook de weggeefwinkel merkt dat alles duurder wordt en er een toename is van vraag naar spullen. Op dit moment is best wel een grote behoefte aan bijvoorbeeld allerlei hele simpele dingen. Bijvoorbeeld voedsel gaat bij ons best snel, maar ook verzorgingsproducten zoals shampoo maar ook make-up en dat soort zaken. Qua spullen is het toch echt allerlei hele praktische dingen zoals bestek, pannen, allemaal dat soort zaken. Als het bij de weggeefwinkel geen nieuwe bestemming meer krijgt, dan gaat het gewoon naar de dart toe. Dan gaat het naar het grof vuil. Dus dit is eigenlijk de plek waar spullen de laatste kans krijgen om nog iets te betekenen voor een ander, zeg maar. De weggeefwinkel is elke woensdag en zaterdagmiddag open. Brengen mag, maar geen grote spullen en vooral wat echt nodig is. Iets halen mag natuurlijk altijd.